Morgen zijn de landelijke verkiezingen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, zoals je in een eerder item over de stemhokjes kon zien. Vandaag waren er scholierenverkiezingen, op het ROC bijvoorbeeld. Met behulp van de 21 stellingen van de jeugdkieswijze werd per leerling het stemadvies bepaald. Dan leg ik even uit wat het inhoudt en dan maken jullie je keuze. Eens, oneens of neutraal. Zeg het maar. De laatste. Wat is de eerste stelling? Want ik zie hem niet vol. De digitale verkiezingen werden gegeven bij het vak maatschappijleer. Politiek gaat op die manier veel meer leven. Het belang is dat ze zo vroeg mogelijk bewust worden van het feit dat je middels een stem, dat je toch echt invloed kunt uitoefenen. Maar wij blijven ook altijd zeggen, stemmen is slechts één van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Nou, ik vind het toch wel belangrijk dat je je stem niet verloren laat gaan. En dat je toch wel stemt op een partij. Morgen, dus woensdag. En dat ik weet nu nog niet op welke partij dat ik ga stemmen. Dat hoop ik met deze kiezingswijzer erachter te komen. En dan mogen toch op de juiste partij te stemmen. Nou, zeker voor mijn studie en vooral onderwijs, want daar leren wij voor. Om iets in het onderwijs te kunnen gaan doen. Dus dat is wel het meest belangrijke voor mij. In sommige gevallen was de uitslag van de kieswijze niet erg verrassend. Kom maar, het was voor mij PVV. Het was weer PVV. Had je dat van jezelf gedacht? Dat had ik van mezelf wel gedacht, ja. Ik ben de laatste tijd wel een beetje bezig geweest met waar ik op ga stemmen morgen. En daar had ik eigenlijk voor mezelf al bedacht dat ik op PVV ging stemmen. Wat bevalt jou in dat programma? Ik ben het met sommige stellingen eens, met sommige ook totaal niet. Ik vind dat er op sommige dingen te hard wordt ingegaan op de islamitisering. Maar ik ben bijvoorbeeld met een heel veel punten eens dat hoe het met de VVD is gebeurd, dat ik daar totaal tegen ben. En dat hun daar eigenlijk voor strijden, een beetje tegen Europa, daar sta ik eigenlijk wel achter. In andere gevallen kon je wel spreken van een echte verrassing. Volgens dit programma de SGP, maar als ik zelf zou moeten kiezen, dan zou het ook de PVV worden. De uitslag bleek in elk geval anders dan de studenten hadden voorspeld. SP wordt het meeste gekozen door de studenten van welzijn, cultuur en onderwijs met 25,8%. SP is de grote winnaar. Ja, die is de grote winnaar. De uitslag, 1 SP, 2 Partij van de Arbeid, 3 PVV. Tussen 1 en 3, een groot verschil of niet? Dat is inderdaad een groot verschil. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel kenmerkend is voor deze doelgroep. Deze doelgroep laat de nuances achterwege. En ik denk dat PVV daar toch in de afgelopen jaren heel goed toe in staat is geweest. Om in korte bewoordingen toch iets duidelijk te maken. Dat spreekt kennelijk heel veel jongeren aan. Voor de meeste leerlingen was het vooral proefdraaien voor de verkiezingen. Want de meesten zijn nog geen 18 en mogen pas over 4 jaar naar de stembus.